Het mooie aan de industriële automatisering is dat de machines waar je aan werkt tot leven komen. Ik ben Jeroen Keijzer, software engineer bij MIT. Van kinds af aan was ik al geïnteresseerd in de techniek. Toen ik 12 jaar oud was, zocht ik mijn eigen componenten uit en bouwde ik daarmee een computer. Nou, bij MIT ontwikkel ik software voor machines en dat vind ik heel interessant, omdat je dan iets ontwikkelt wat dan ook echt in beweging gaat komen. De Minifactory was eigenlijk mijn afstudeerproject. Het is eigenlijk gewoon een fabriek op schaal. Er zitten hoofdstations in die ook in de industriële automatisering voor kunnen komen. We hebben hier een station magazijn met een robot die het product uit het magazijn haalt. We hebben hier een oven, een polijstmachine, een kleurensensor en een sorteerstation. En een transportkraan die ervoor zorgt dat het product door alle stations wordt vervoerd. Nou ja, net zoals in het echt is er hier ook een display ontwikkeld. Zo'n display kan echt heel erg handig zijn als er een storing plaatsvindt. Van buitenaf kun je niet zo zien wat er aan de hand is. Met zo'n display kun je zien of er een motor in storing zit en waar dan die storing zich plaatsvindt. Zodat jij kunt kijken wat er aan de hand is en kun je naar de locatie gaan om de storing te verhelpen. Nou, het is een mooi product omdat de PLC die daarin werkt, de software die je gebruikt, ook daadwerkelijk straks gaat gebruiken bij de klant. Je beschouwt de software als een echte fabriek en zo programmeer je je software. Wat je hier in het klein doet, doe je straks in het groot. Ja, dat maakt mij nou echt enthousiast.